De hele maand juli wordt vrijgehouden. Ja. En dan besluit hij om juist op die dag dat je wel gaat werken, om dan te komen. Ja. Wat, ja. Nou ja, je hebt een klein stukje kunnen zien van hoe dat gaat. We hebben regelmatig overleg over de planning. Nou ja, we hebben het zo heel handig gepland dat allebei onze kinderen in de zomer geboren zijn. Dus manager heel erg blij om inderdaad een grote periode vrij te blokken in de zomer. Ja. Maar Tomorrowland is een van de grootste, zo niet het grootste festival in Europa. En daar wil je gewoon staan. En, dat snap je. Ja. 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 Hij had nog nooit afgesloten op mainstage. En dat is voor een DJ de plek. Dat wil je. En dat was eindelijk gelukt. Dus nou ja, we zeiden van nou maand vrij, maar dan met uitzondering van die zaterdagavond. Hè, want dat moet toch wel lukken. Nou ja, ik sta zaterdagochtend op en ik denk het rommelt. Het borrelt. Het rommelt, maar ik zeg nog even niks, want het gaat wel weer over en dat zakt wel weer weg. Maar ja, toen gingen we lunchen en toen dacht ik, ja, ik geloof toch wel dat ik nu iets moet gaan zeggen, want het gaat niet meer weg. Ik geloof dat ik hem nog nooit zo stil op de bank heb zien zitten. Toen ik die mededeling gaf, met zijn telefoon in zijn hand, bellend met Tim en Dave om... nou ja, dit fijne nieuws te melden. En achter de schermen gingen allemaal mensen heel druk aan de gang. Want ja, onze eerste dochter, die liet nogal lang op zich wachten. Dus ik denk, nou, dit wordt weer zo'n ellenlang verhaal. Dus ja, iedereen in de startblokken, andere DJ om hem eventueel te vervangen. Maar ja, het verhaal ging toch ietsje sneller. Ja. En uiteindelijk stond hij er. Hij ging er naartoe en op de avond dat Remy geboren is, uiteindelijk die avond, ja, ben je als de wielerweerga naar Rotterdam gegaan, vliegtuig gepakt, Antwerpen, Tomorrowland. Toen zei je dit. Good evening, Tomorrowland. How you guys doing? I just want to make a very special announcement. I just came straight from the hospital. And I want the world to welcome. My wife just gave birth to a son. So I'd like to dedicate my whole set to my new son. Dat is nog lastig als je eraan denkt. Ja, ja, je wil je fans niet alleen laten. Kijk, er gebeuren een hele hoop dingen die je niet ziet. Of als je zo'n plaats ziet, of je ziet mij springen op het podium. Wat Erika het ook al over heeft. Weet je, het is niet makkelijk. Maar ik denk dat elke relatie of elk gezin ups en downs heeft. En wij hebben echt wel meer ups dan downs, absoluut. En we plukken ook de positieve dingen ervan. Maar dit was wel, ja, dit was the worst day of my life. En the most happy day. Want ik heb een fantastische zoon. En daar ben ik heel erg trots op. Maar het was wel heel moeilijk, want mijn vrouw had net het grootste geschenk gegeven wat je een man kunt geven, namelijk een gezonde zoon of een gezonde dochter. En ik vroeg aan haar, van, mag ik gaan? En toen zei ze de legendarische woorden, is het belangrijk voor je? Dat had je nou niet moeten.